Goedemiddag iedereen, welkom. Bedankt om te kijken alvast. We zijn hier vandaag voor ons derde webinar in de reeks rond klimaatadaptatie. En we staan hier in de binnentuin van ons hoofdkantoor in Aalst. Voor de mensen die al vaker onze webinars gezien hebben, is dit een iets wat andere setting. We gaan vandaag het terrein op. De bedoeling is dat we echt voorbeelden van klimaatverandering kunnen tonen vandaag en ook de impact die het vandaag al heeft. Omdat VMM ook een oplossingsgerichte partner is, willen we zeker ook tonen hoe we vandaag al aan oplossingen werken en hoe we samen tot een klimaatbestendige leefomgeving kunnen komen. Ik heb gezegd dat we het terrein gaan opgaan vandaag, maar ik ga dat niet zelf doen. Daarvoor hebben we twee collega's ingeschakeld en die collega's zijn Johan en Chris. Kom er maar bij, Johan en Chris. Jullie zijn hier vandaag met de fiets. Jullie gaan straks ook met de fiets de baan op. Moest dit een wielerwedstrijd zijn, dan beginnen we altijd met een ploegvoorstelling. Johan, stel je eventjes voor. Ik ben Johan Brouwers. Ik ben projectleider van Klimaatportaal Vlaanderen. En vanuit het VMM dienstencentrum sta ik ook in voor de rapportering van klimaatindicatoren gaande van broeikasgasemissies tot klimaatimpact. Oké. Dankjewel, Johan. En Chris, stel jij je ook maar eventjes voor. Ja, ik ben Chris Koumbers. Ik werk bij de Vlaamse Milieumaatschappij als expert klimaatdienst en marktgerichte ontwikkeling. En verder ben ik projectleider van het project van de klimaatadaptatietools. Dankjewel, Chris en Johan. Chris en Johan zijn de mensen die voor ons vandaag op het terrein zullen gaan. En ik laat ze gewoon meteen vertrekken. Veel succes, collega's. En tot straks. Rest mij alleen nog jullie mee te geven dat het mogelijk is om vragen te stellen doorheen dit webinar. Als je vragen hebt, stel die zeker. We maken daar een selectie van. En op het einde van het webinar zullen onze experten die voor jou beantwoorden. En dan wens ik jullie alleen nog veel kijkplezier en tot straks. Zo, we zijn aangekomen in Haaltert, een landelijke gemeente in het Denderbekken, waar de inwoners de voorbije jaren toch de invloed van klimaatverandering duidelijk beginnen te ondervinden. We gaan zo dadelijk een aantal hotspots van klimaatverandering in deze gemeente bezoeken. Het zijn locaties die eigenlijk representatief zijn voor wat andere gemeenten de voorbije jaren al hebben ondervonden of de komende decennia gaan ondervinden. Het gaat dan over toenemende hittestress, maar ook droogte die de voorbije jaren hebben zien optreden. En uiteraard ook wateroverlast ten gevolge van hevige neerslag. Het gras is deze moment, half mei, al op, niet aan het groeien, maar het kruipt terug de grond in. Dus het is niet normaal dat het nu al zo droog is. Op sommige plaatsen stijgt het water tot bijna een meter hoog, zodat mensen tot aan hun middel door het water moeten. Het was rond 9 uur en een kwart, een korte stortvlaag eigenlijk geweest. En een korte tijd volledig thuis onder water en was niet meer tegen te houden eigenlijk. Ja. Heb je het al zo erg geweten als dit jaar? Ik heb het nog nooit zo erg gehad. Nee. Dus je ziet die kolf hier. Ja. Als hier 1 of 2 dagen water staat, dan is het dood. Dus die plant krijgt geen zuurstof, dus dan gaat ze dood. En een verloren perceel? Verloren. We staan hier op het dorpsplein van de Leebeek, op de grens van Ninove en Haaltert. Typisch dorpsplein met redelijk wat verharding en weinig groen. Typisch aan deze locatie is dat we hier al heel regelmatig wateroverlast hebben gehad. Voorbij zomer tot 3 maal toe, ook dit voorjaar, stond eigenlijk het hele plein onder water. Enkele 100 meters naar rechts, ook langs de linkerkant, stond alles onder water. Niet alleen het plein, maar ook verschillende woningen hier in de buurt hebben water binnengekregen.
De oorzaak van de wateroverlast op het plein is uiteraard extreme neerslag die zich voordoet. In juli hebben we hier een 30-tal liter op een half uur gemeten, wat behoorlijk veel is. Maar in de buurgemeente hadden we het dubbele, dus kan nog veel erger. En eigen aan het stroomgebied hier is dat we zitten met een klein stroomgebiedje, maar met heel steile hellingen. Dus het water gaat zeer snel afstromen. Op een, minder dan een half uurtje krijg je hier een ware vloedgolf, die ondertussen ook halve stukken van bomen, weidepalen en zo heeft meegesleurd. En al dat water komt hier terecht op dit punt, waar eigenlijk de Dommelsbeek, dat is een diep ingesneden waterloop, in een koker gaat. Er is een smalle koker onder het plein. En die kan uiteraard die vloed aan water niet aan. Het water gaat eigenlijk overstromen hier over die kopmuur. En gaat dan eigenlijk over de volledige breedte hier tot tegen de muur van de kerk, ongeveer deze hoogte. Zet zijn weg verder uiteraard richting de straat. Botst eigenlijk een beetje op dat verhoog waar nu die auto's staan, waardoor dat zowel de straat links als rechts hans eind gaat overstromen. Finaal gaat het water ook over het plein gaan en gaat het zijn weg verder zetten bovenstrooms richting de Molenbeek, die eigenlijk een paar honderd meter verder ligt. Kijk, we zullen even letterlijk het water volgen, dus het water stroomt langs hier. We zien daar nog een aantal zandzakjes liggen die deze woning hebben beschermd. Het is ook niet voor niks dat, hier, dat die keermuurtjes hier staan natuurlijk. Een stukje van het water gaat ook richting dit voetpad af, een stukje gaat doorstromen naar daar. Maar helaas gaat er ook een stuk hier richting de ondergrondse garage. En je ziet de zandzakjes nog liggen met het schot. Dus hier eigenlijk de volledige oprit toegemaakt, met alle schot en erachter zandzakjes. Dus eigenlijk de enige manier dat je hier kan een probleem een beetje oplossen is door eigenlijk van die woningen individueel te gaan beschermen. Zorgen dat dat water de woningen niet kan binnentreden. Dus ook die, kijk, je ziet ook in die stoeprand, is echt heel laag. Ze krijgen op sommige plaatsen maar 2-3 centimeter. Dus als je hogere stoepranden zou hebben, en ook zorgen dat het water niet via de garages of via de deuren eigenlijk binnen kan stromen. Hè. Dat is eigenlijk het soort maatregelen dat hier in deze locatie aan de orde zijn. Hè. Hier nog een aantal zandzakjes. En de mensen laten ze ook liggen, hè, dus ze weten dat ze nog gaan nodig hebben in de komende periode. Het punt is, dat is echt heel tastbaar, die gevolg van die klimaatverandering. Een extreme bui, 30, 40 jaar geleden. Ja, daar viel dan misschien inderdaad een keer 50 of 60 liter uit, maar dat was het. Nu is dat al 80 liter en we weten dat dat kan oplopen tot 100 of 120 liter. En dat is dubbel zoveel water dat afkomt in dezelfde tijd. Ja, bon, dan zoekt het water zijn weg natuurlijk, bovengronds, zoals we het hier gezien hebben. We stappen dus nu naar een locatie waar eigenlijk een wachtbekken zou kunnen aangelegd worden. Hè. Nou, kijk, dus hier loopt Dommelsbeek. Maakt hier een bocht. Dat is eigenlijk al vrij diep ingesneden op deze locatie. Nou, kijk, ik zie hier ook al een aantal bomen die ontworteld geweest zijn tijdens de vloedgolf. De bomen links volgen eigenlijk de Dommelsbeek. We staan hier nu boven een duiker boven de Dommelsbeek. Komt daar, gaat hieronder, gaat dan verder richting het dorpsplein. En het idee is natuurlijk dat je dan een dwarsdijk zou nodig hebben die eigenlijk een beetje die paaltjes volgt en dan hier voor die bomenrij zou gaan tot helemaal op het einde. Weer een meter en half hoog. Dus de dijk gaat hier ook wel nog een stukje doorlopen hoor. Kan gerust zijn tot aan die locatie. Ja. En dus als er hoog water is in de Dommelsbeek, kan die eigenlijk overstorten in dit weiland. Tot helemaal achteraan die bomen daar kan er dan water gestockeerd worden en zo ongeveer halverweg de weide. Hè. Dat maakt dan toch dat we ongeveer enkele tienduizenden kubieke meter water hier kunnen stockeren. Dat is natuurlijk water dat niet op het dorpplein gaat komen. En dus waardoor dat we die frequentie van wateroverlast naar beneden krijgen. Hier is dat ook nog nodig om, en niet alleen een dwarsdijk, maar ook een stuw. Er moet ook een stuw geplaatst worden om de waterloop zodat die zich kan optrekken bij hoog water en effectief het water niet via de bedding kan weglopen. Dat is een combinatie van zowel een dwarsdijk als een stuw is hier nodig of opportun. Thank you.
We zien hier woonzorgdorp De Pasterie in Den Rautem, deelgemeente van Haaltert, waar redelijk wat van de ouderen verblijven. Speciaal aan deze site is dat we eigenlijk kijken op de zuidflank van dit gebouw. Wat maakt natuurlijk dat tijdens lange hittegolven de temperatuur wel kan oplopen. Dus de hele namiddag, de hele avond gaat je de zon hebben op deze flank. Het valt op dat we natuurlijk heel weinig schaduw hebben hier. Er zijn weinig bomen aanwezig of andere objecten die voor schaduw kunnen zorgen. Er zijn hier wel een aantal bankjes met een heel kleine parasol geïnstalleerd. Maar goed, dat is duidelijk dat tijdens de periode 3 weken hittegolf en gaat dat onvoldoende zijn. En net omdat die frequentie van zowel die hittegolven, maar ook die wateroverlast en die droogte gaat toenemen, ja, is het echt wel belangrijk dat we samen daarmee aan de slag gaan op die klimaatadaptatie. Dus dat we samen zorgen, zowel openbare besturen, beheerders van domeinen zoals dit, als burgers, dat we een aantal maatregelen treffen om die effecten, de impact vooral van die klimaatverandering, tegen te gaan. Zoals Jan al zei, er kunnen altijd vragen gesteld worden over dit webinar. We beantwoorden ze graag op het einde van deze sessie. We zijn hier in het Velaardbos in Meissen. Een typisch voorbeeld van natte natuur in Vlaanderen. In het voorjaar vind je hier heel wat voorjaarsbloeiers die zeer veel vocht nodig hebben. En in het najaar groeien hier tientallen soorten zwammen. Ook heel wat diersoorten voelen zich hier thuis. Libellen, kikkers, bosuilen, reetjes enzovoort. Je zou het misschien niet direct denken, maar ook dit eeuwenoude stukje bos kan getroffen worden door klimaatverandering. Met het Klimaatportaal Vlaanderen krijg je zicht op de effecten en mogelijke impact van klimaatverandering in Vlaanderen. En dat op perceelsniveau. Als ik ga kijken op het portaal, dan zie ik hier dat er in een doorsnee jaar weinig of geen droogtestress is. Maar dat kan op enkele decennia sterk veranderen. En dan komt de typische natte natuur die we hier zien jaarlijks onder druk te staan, zelfs in die mate dat soorten hier dreigen uit te sterven. Wist je trouwens dat het Klimaatportaal recent geactualiseerd en uitgebreid is? Dat wil ik jullie graag nu even tonen. Het Klimaatportaal Vlaanderen staat toe om de mogelijke klimaatverandering in Vlaanderen in de komende decennia in beeld te brengen. En ook de effecten en impacts ervan komen heel fijnmazig aan bod. Heel wat wetenschappelijk onderzoek is samengebracht in kaarten en grafieken. Lokale overheden kunnen aan de hand van deze informatie een eerste kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren op hun grondgebied. En zo'n kwetsbaarheidsanalyse is een belangrijke eerste stap om Vlaanderen weerbaar te maken tegen de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Het Klimaatportaal bestaat al even. Het is gelanceerd in 2018, maar recent is er een belangrijke uitbreiding gekomen. En ik neem jullie graag even mee doorheen een aantal schermen. Als je naar het Klimaatportaal gaat, kom je terecht op een nieuw synthesescherm. Dat staat toe dat je snel zicht krijgt op de hotspots van klimaatverandering in Vlaanderen. In het huidige klimaat of in de toekomst. Zowel op niveau van Vlaanderen als bijvoorbeeld in een specifieke gemeente. En je ziet hier een aantal zaken oplichten die aangeven of er al bijvoorbeeld hitte- of droogtestress is in het huidige klimaat en hoe dat evolueert in de toekomst. Een andere nieuwigheid situeert zich binnen het thema droogte. Daar zijn heel wat indicatoren bijgekomen. Vroeger stond droogte er ook al op, maar er zijn vooral veel indicatoren extra nu. Die zijn opgebouwd rond bodemvocht, agrarische droogte, en rond laagwaterdebiet, laagwaterstanden, hydrologische droogte. Als we daar eens gaan kijken, bijvoorbeeld in de gemeente Beringen,
Dan kan ik jullie ook laten zien, we hebben een koppeling gemaakt tussen die droogtestress en welk effect dat kan hebben op ecosystemen. We zijn gaan kijken naar kwetsbare ecosystemen, gevoelig voor droogte. En dan zie je in een huidig klimaat dat daar binnen de gemeente Beringen niet zoveel op ligt. Maar naar het klimaat dat we tegen 2050 kunnen verwachten of zeker niet kunnen uitsluiten, zie je dat heel wat meer gebieden oplichten en dat daar wel degelijk een probleem kan zijn voor heel wat natuurgebieden die onder druk komen te staan. Een andere nieuwigheid nog is het opsplitsing van het thema overstroming. Dat vatte vroeger zowel pluviale als fluviale overstromingen. Nu splitsen we dat op tussen een fluviaal deel, dus het overstromen van waterlopen. Dat zit binnen de tab overstroming. En een ander deel, wateroverlast. Dat gaat over pluviale wateroverlast. Dat is neerslag die op korte periodes met bakken uit de lucht valt. En zo op korte periode snel aanleiding kan geven tot wateroverlast aan heel wat woningen. Gaan we hier bijvoorbeeld eens inzoomen op de thuisbasis van VMM in Aalst. Dan zie je hier bijvoorbeeld een kaartlaag die in het blauw aangeeft de gebieden die momenteel in het huidige klimaat wateroverlast kunnen kennen, of in het rood wat er in de toekomst kan bijkomen door wijzigend klimaat. En dat is heel fijnmazig, want dan gaan we hier inzoomen. Dan krijg je duidelijk te zien, zelfs tot op perceelsniveau, welke gebouwen of welke percelen nu al blauw en in de toekomst rood met wateroverlast kunnen geconfronteerd worden. Een vierde nieuwigheid is er gekomen op vraag van onze gebruikers. Het betreft een aantal nieuwe functionaliteiten die we in het klimaatportaal gestoken hebben. Zo is het mogelijk om zelf een eigen kaartlaag toe te voegen. Dat is dan onder de vorm van een WMS-kaart, een via het internet gedeelde kaart. Ik ga hier een voorbeeld tonen waar ik bijvoorbeeld het digitaal hoogtemodel toevoeg aan de waterdieptekaart bij wateroverlast. We zitten hier ondertussen ter hoogte van Krainem en dan zie je hier bijvoorbeeld dat de zone waar dat die wateroverlast kan optreden zich situeert op de laagste zones van Krainem. Hier is het hoger gelegen, daar is het lager gelegen. Dus het toevoegen van extra kaartmateriaal, eigen kaartmateriaal, kan u helpen bij het interpreteren van de kaarten die we zelf op het klimaatportaal hebben gezet. Een andere mogelijkheid die nieuw is, is het tonen van waardes bij prikken op de kaart, dat je exact de waardes in beeld krijgt, zodanig dat je je niet noodzakelijk beperkt voelt tot het aflezen van de legende. Gaan we hier bijvoorbeeld eens kijken naar het aantal hittegolfdagen in Krainem. Ik ga je ook eens de vergelijking maken tussen het centrum van Krainem. Klik daar even op en dan krijg je hier in zo'n infobox een mooi overzicht van al die indicatorwaarden van de indicatorlaag die aangevinkt staat, maar wel ineens voor alle zichtjaren. Je ziet hier in het centrum, zitten we in het huidige klimaat aan 7 hittegolfdagen. Ga ik kijken op een andere plaats, zie je 4 à 5 hittegolfdagen. Zo is het mogelijk om binnen je eigen grondgebied goed de verschillen echt te gaan opsporen en te gaan benoemen. Op het klimaatportaal staat al heel wat informatie, maar de wetenschap staat natuurlijk niet stil. VMM engageert zich om samen met verschillende partners die informatie op het portaal zo actueel en volledig mogelijk te houden. Een van de dingen die trouwens alweer op stapel staan voor de komende maanden is bijvoorbeeld het uitbreiden van het portaal met informatie over de invloed van klimaatverandering op grondwaterstanden. Niet alleen veel materiaal op het klimaatportaal, maar ook veel informatie waar je een heel verhaal mee kan gaan vertellen. En ik wil jullie graag door een aantal punten loodsen van informatie die je nu kan vinden, belangrijke lessen die momenteel te trekken zijn. Een eerste gaat rond de hitteproblematiek. En je ziet hier de kaart van mogelijke hittestress in Vlaanderen. En hier zie je bijvoorbeeld een interpretatie van het aantal hittegolfdagen in Vlaanderen. En wat zien we dan? In een huidige gemiddelde zomer komen we in Vlaanderen een viertal hittegolfdagen tegen. Naar 2050 toe kan dat factor 5 bijna gaan en naar 19 dagen. U ziet op deze kaart is in het huidige klimaat weinig aan de hand, weinig hittestress in Vlaanderen in een gemiddelde zomer. In 2030 kan dat echter al
heel anders zijn dan de grote stedelijke centra in ons land. In het oosten van Vlaanderen komen dan al boven die drempel van 60 hittegolfgraaddagen, een drempel voor belangrijke hittestress, die komen daar dan al bovenuit. Naar 2050 toe komt zelfs, of riskeert zelfs, het geheel van Vlaanderen daar in een gemiddelde zomer, dus jaar na jaar, bovenuit te komen. Van hitte is het een kleine stap naar droogte. Als we daar gaan kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat de droogteduur op enkele decennia tijd bijna kan verdubbelen. Bijvoorbeeld, momenteel tellen we in het huidige klimaat een zestal dagen met droogtestress gemiddeld in Vlaanderen. Dat kan toenemen naar 10 rond 2050 en zelfs nog eens verdubbelen naar 2100 toe. Dat heeft ook heel wat impact op de ecosystemen bijvoorbeeld in Vlaanderen. Je hebt heel wat ecosystemen die erg gevoelig zijn voor droogte. En u ziet op de kaart van Vlaanderen in het huidige klimaat dat weinig van die ecosystemen oplichten. Gaan we naar 2050, dan zie je dat er al wat meer van die ecosystemen oplichten. En naar 2100 toe zie je dat zowat overal in Vlaanderen natte natuur onder druk komt te staan. Ook voor het thema wateroverlast is er heel wat nieuws te vertellen. We focussen ons daar nu op het huidige klimaat en 2050. En het zoomniveau van de kaarten daar is ook met een factor 8 opgetrokken ten opzichte van de vorige versie. En als we binnen dit thema wat gaan rondklikken bij een aantal kaarten, dan zien we dat daar het aantal dagen waarop dat zware neerslag valt, kan toenemen ongeveer met een factor 3 tussen het huidige klimaat naar de toekomst. En niet alleen zullen er meer dagen zijn, vooral in de zomer dan met erg zware neerslag, ook de neerslag die dan valt op zo'n dagen riskeert nog toe te nemen. Als gevolg daarvan dreigen ook heel wat meer gebouwen in Vlaanderen door wateroverlast bedreigd te worden. In het huidige klimaat is ongeveer 4-5% van de gebouwen bedreigd door wateroverlast of kan bedreigd worden door wateroverlast. Naar 2050 toe verdubbelt dat bijna tot 7,8%. Wateroverlast is ook een Vlaanderen breed gegeven. Je ziet hier in het huidige klimaat bijvoorbeeld komt wateroverlast voor of zijn in iedere gemeente wel gebouwen te vinden die bedreigd worden door water. In de toekomst is dat niet anders. Alleen zijn die percentages wel sterk verschillend van gemeente tot gemeente. In het huidige klimaat varieert dat per gemeente tussen de 21% van het gebouwenbestand dat bedreigd is. In de toekomst nemen die getallen op zich niet heel hard toe, maar de toename is er wel in iedere gemeente. Vlaanderen weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering is duidelijk iets dat we samen zullen moeten aanpakken. Het Klimaatportaal Vlaanderen laat toe om kwetsbaarheids- en impactanalyses uit te voeren. Een belangrijke eerste stap in de klimaatadaptatie van Vlaanderen. Ik hoop dan ook dat jullie met het materiaal aan de slag kunnen gaan en dat jullie op verkenning gaan met de nieuwe functionaliteiten van het Klimaatportaal. Ja, we zijn hier in Leuven aan de Hoorn, een voormalige brouwerij. En ook de uitvalsbasis van Sumaqua. Samen met Hydroscan en Vito werken zij momenteel aan de uitbreiding van het Klimaatportaal Vlaanderen. En ik stel voor dat we samen nu met projectleiders daar wat meer gaan over vernemen. Hallo, dag Steven. Hallo. Dag Tom. Steven, jij bent projectleider voor Vito van het project van de Klimaatadaptatie Tools. Kan je even toelichten hoe dit project gaat bijdragen tot oplossingen voor klimaatverandering die we in Vlaanderen kennen? Klopt. Vito, Hydroscan en Sumaqua zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van klimaatadaptatietools. En met die tools willen we lokale besturen, consultancybureaus en administraties helpen om de meest geschikte adaptatiemaatregelen te selecteren. We zetten daar verschillende producten op, zoals adaptatiedoelen, die weergeven hoe ver we moeten gaan in het nemen van maatregelen om die risico's te verminderen. We kijken ook naar potentieelkaarten of kanskaarten eigenlijk, die weergeven
aangeven waar welke maatregelen het meest geschikt zijn. En we zetten ook klimaateffectmodellen in om de toekomstige gevolgen van klimaatverandering te simuleren en ook te bepalen wat de impact daarvan is van diverse maatregelen. En we vatten ook alles samen in een soort van evaluatiekader waarbij we ook kijken naar kosten en baten. Oké, Steven, dank je wel. Tom, je werkt bij Hydroscan ook op dit project. We hebben natuurlijk de voorbije zomer heel erg wateroverlast gehad. Gaat dit project eigenlijk ook oplossingen daarvoor bieden? Het is zo dat we inderdaad binnen het project de impact van de adaptatiemaatregelen op wateroverlast ook gaan bekijken. Denk dan bijvoorbeeld aan het effect van het verwijderen van bepaalde verharding of uitbouw van bijkomende buffering. Ook bepaalde maatregelen waardoor er minder water afstroomt van straten of daken gaan we bekijken, wat de impact daarvan is. Nu, om dat te doen, gaan we gebruik maken van onze eigen software die we ontwikkeld hebben, Flood Forecast. Dat is een gedetailleerd model waarmee dat we overstroming kunnen gaan voorspellen en waarbij we kijken naar zowel afstroming over het maaiveld als via de riolering. Dat is een toepassing die ook in de cloud werkt. Wat maakt dat eigenlijk de berekeningen heel snel kunnen gebeuren? En we gaan dat ook nodig hebben, want we gaan letterlijk elke straat in Vlaanderen in beeld brengen. En we willen gebruikers ook de mogelijkheid bieden om een groot aantal scenario's te gaan doorrekenen. En op die manier kunnen zij dan zelf een strategie gaan uitwerken hoe dat zij hun omgeving klimaatrobuust kunnen maken tegen 2050. En die inzichten gaan op hun beurt dan weer nuttige informatie opleveren in het kader van bijvoorbeeld adaptatieplannen of hemel-, water- en droogteplannen. Oké, duidelijk, Tom. Wordt werd aan oplossingen voor de wateroverlast van voorbij zomer. Ja. Dank u wel. Ook welkom aan Vincent van Sumaqua. Vincent, we hebben natuurlijk de voorbije zomer redelijk wat droogte gehad in Vlaanderen. Kan je even toelichten hoe wij binnen dit project oplossingen voor de droogteproblematiek gaan onderzoeken? Ja, klopt. We hebben al veel periodes van droogte gehad en in de toekomst gaan we daar nog vaker mee geconfronteerd worden natuurlijk. En concreet onderzoeken we bijvoorbeeld welke maatregelen we moeten nemen, waar en ook hoeveel om die droogterisico's in de toekomst gelijk te houden aan die van vandaag of eventueel nog verder te gaan beperken. En dat bekijken we dan voor de watersector, maar ook voor landbouw en voor natuur bijvoorbeeld. En concreet onderzoeken we onze droogtemodellen wat bijvoorbeeld extra ontharding of infiltratie kan gaan betekenen. Dan gaan we ook kijken naar het meer opwaartse systeem, dus de haarvaten van het watersysteem, zeg maar, om bijvoorbeeld de effectiviteit van stuwtjes in kaart te brengen. Oké, dankjewel al, Vincent. Ja, we hebben natuurlijk ook de voorbije zomers met hitte geconfronteerd geweest, Steven. Dat is ook een aspect dat in dit project wordt meegenomen. Kan je dat nog eventjes kort toelichten? Ook hitte komt aan bod in dit project. We zetten concreet hittemodellen in om de impact van maatregelen zoals de groenblauwe doorradering in stedelijke kernen of bijvoorbeeld het inzetten van schaduwbomen op pleinen op de impact van hittegolven te becijferen en ook te kijken wat de gevolgen zijn daarvan voor de blootstelling van onze bevolking. Oké, dankjewel. Behoorlijk ambitieus project. Nog heel veel werk voor de boeg. Slotvraagje. Wanneer komt dit alles online? Wanneer kunnen onze gebruikers ermee aan de slag? We mikken daarvoor op het najaar van 2022. Goed, we kijken er alvast naar uit en nogmaals bedankt. Dan gaan we nu naar het terrein. We gaan een wachtbekken bezoeken dat VMM de voorbije jaren heeft ingericht om de problematiek van wateroverlast op te lossen. Dag David. Dag Chris. We zijn hier op het wachtbekken van de Molenbeek Erpenmeren, een van onze drie wachtbekkens die wij erop hebben. Dit wachtbekken wordt gestuurd met een automatische klep. En je kan zien hier achteraan die weilanden, die worden volledig gevuld. Dit kan toch wel enkele keren per jaar gebeuren. En dit om overstromingen afwaarts te voorkomen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze installatie eigenlijk optimaal functioneert? Door de juiste plaatsing, door de goede dimensionering en de goede sturing voor het vullen en het ledigen van het wachtbekken, gecontroleerd, kunnen wij zorgen dat er afwaarts geen huizen dreigen onder te lopen. Deze locatie is vrij groot. Is deze eenvoudig overdraagbaar naar kleinere waterlopen met wateroverlast? Wel, ik ben ervan overtuigd dat er op kleinere waterlopen in Vlaanderen nog ruimte is of ruimte kan gevonden worden om een extra buffering te installeren voor water op te houden. En met een goede sturing en instelling
kunnen we ook dit gebruiken bij droogtes. Oké, David, dankjewel voor de uitleg. Ja, graag gedaan, Chris. We zijn hier in Gent bij het kantoor waar Luc Eekhout werkt. Hij is architect, stedenbouwkundige en medeoprichter van het kantoor EVR Architecten. Tevens is hij gastdocent aan de KU Leuven waar hij het vak Climate Design doseert. We zijn dan ook benieuwd naar hoe hij omgaat met de klimaatverandering die duidelijk al aan de gang is en ook op welke manier het klimaatportaal hem kan helpen om ons op weg te helpen naar een klimaatbestendige omgeving. Dag Johan, goedemiddag. Bedankt om mij te ontmoeten hier, om mij te ontvangen. Is graag gedaan. Een boeiende omgeving aan de Gentse Dampoort. Ja. Er wordt al lang in Vlaanderen gebouwd. Op welke manier wordt daarin rekening gehouden met het klimaat? Ja, het klimaat is in ons beroep eigenlijk wel een heel bijzonder en heel belangrijk fenomeen. Het is een parameter waar we niet meer omheen kunnen. We moeten ons daar naar richten. En van in het begin moeten we eigenlijk ook de juiste richtlijn en daar leren uit adapteren. Waardoor dat ontwerp op zijn best kan uitgewerkt worden. Ja. Ik begrijp dus dat klimaat echt een basisparameter is bij het ontwerpen van gebouwen. Natuurlijk, het klimaat verandert. Komt dat al aan bod ook in jullie dagelijkse praktijk? Ja. We zien het klimaatportaal heeft ons eigenlijk inzicht in wat er op een bepaalde plek gebeurt. En met die basiselementen kunnen we ons eigenlijk perfect inleven op vandaag. Ja, wat soort plek is dat? We kunnen al de fenomenen ordenen, kijken wat is er aan de hand. En ja, we kunnen ook naar de toekomst beginnen kijken. Door het negatie van die data maken we zeer fragiele gebouwen. En ik denk dat vooral het hitteprobleem een heel belangrijk punt is. Hoe komt dat? Ja, we hebben echt een jarenlange focus gehad op verwarming. En plotseling moeten we horen, ja, verwarmen is een mineur probleem. Koelen is het belangrijkste probleem. Met andere woorden, op een dag moeten we eigenlijk zeggen, ja, het is hier bijna Zuid-Frankrijk. En in Zuid-Frankrijk bouw je ook anders dan hier. Ook wij moeten mee veranderen en maken dat we stabiele gebouwen bouwen die op een goede manier antwoord bieden aan het buitenklimaat en daardoor eigenlijk een comfortabel binnenklimaat maken. Anders voor stedenbouw. Hè. Stedenbouw, ja, daar hebben we die bomen nodig, daar hebben we koelte-elementen nodig, die we ook niet gewoon zijn. Hè. Met andere woorden, steden worden op vandaag niet ontworpen in functie van koelte-elementen en ook niet in functie van stormwater, hè, die met liters per minuut uit de hemel komt. Ja, ons rioleringssysteem is er niet op berekend. We hebben geen buffersystemen enzovoort enzovoort. Dus die data zijn eigenlijk cruciaal. En ik kan iedereen maar oproepen. Ja, ga kijken naar die data in het klimaatportaal. Leer daar inschatten op uw site. Wat is er aan de hand? En neemt doortastende beslissingen. Ik kan me inbeelden dat jullie bureau ook werkt voor lokale overheden, steden, gemeenten, provincies misschien. In welke mate zijn zij al mee in heel het verhaal van een wijzigend klimaat en staan zij open voor suggesties? Steden en gemeenten zijn voor ons een belangrijke opdrachtgever in de zin dat die natuurlijk grote gebieden in oogenschouw nemen. Dus steden en gemeenten zijn eigenlijk in staat om eigen regels ook uit te schrijven en te zeggen, ja maar op ons grondgebied moeten gebouwen op een bepaalde manier future-proof zijn, omdat ze rekening houden met een aantal fenomenen. Een doortastende beslissing zou ook kunnen zijn, oké,
Dat gebouw is eigenlijk, staat op een watergevoelige plek. Die watergevoeligheid neemt onwaarschijnlijk toe in de toekomst. Dus moeten we niet uitwijken naar een andere plek. We hebben krachtdadige overheden nodig die durven directie kiezen. En die durven zeggen, oké, de toekomst zit in die richting. We gaan daarmee rekening houden. En we gaan daar met die fenomenen aan de slag. Ik hoor duidelijk dat u overtuigd bent van de urgentie, hè, om klimaatadaptief te gaan bouwen, de omgeving anders in te richten. Hè. Ik zie dat ook als een aansporing voor ons om voor te doen en snel voor te doen, zodat die adaptatietools snel ter beschikking zullen zijn en dat jullie daarmee concreet aan de slag kunnen gaan. Dank u wel en graag tot een volgende keer. Dank u wel. Zo, dat was een interessante getuigenis van Luc Eekhout. Maar ook bij lokale overheden worden heel wat stappen gezet naar concrete acties op het terrein samen met VMM. We komen het zo dadelijk te weten uit de getuigenis van Nele van der Rijt. Zij werkt bij de provincie Limburg in de dienst Milieu en Klimaat. Ik ben Nele van der Rijt van de provincie Limburg. Samen met mijn collega's van de dienst Milieu en Klimaat en andere provinciale diensten ondersteunen wij de gemeente met hun klimaatbeleid. Gaande van de helpen bij de administratieve verplichtingen binnen het burgemeestersconvenant tot uitvoering op het terrein. Wij hebben voor de Limburgse gemeente risico- en kwetsbaarheidsanalyses opgemaakt en daarvoor zijn we vertrokken van het VMM Klimaatportaal, hebben uitgebreid met andere data. En dan zijn we dat gaan toelichten in de Limburgse gemeente en dan wordt het klimaatbeleid opeens heel echt. Je weet wel wat de problemen zijn, zeker als je met het thema wat bezig bent. Maar als je dan zo echt die cijfers ziet van het gaat over zoveel graden, zoveel hittedagen, het gaat over die hoeveelheid overstromingen, heel concreet, dan komt toch wel binnen. Ik denk dat heel veel gemeenten toch wel echt een beetje geschrokken zijn. Onder andere door het gebruik van het portaal zijn gemeenten en de afgelopen weersituatie, de afgelopen zomers, zijn wel meer en meer gemeenten overtuigd van het feit dat er klimaatadaptatiebeleid nodig is. Maar dan moet nu natuurlijk de stap gezet worden naar verregaande uitvoering op het terrein. En dan is het toch wel, wat zijn de prioriteiten? Hoe kunnen we de lat ineens hoog genoeg leggen? Hoe kunnen we dat geplande project dat er zit aan te komen, hoe kunnen we dat eigenlijk inzetten om mee te helpen aan ons klimaatadaptatiebeleid? Op vlak van klimaat is er heel veel werk. Ik denk iedereen die in klimaat werkt weet dat. Dus als we allemaal vanuit onze eigen sterkte samenwerken, dan denk ik dat we grote stappen vooruit kunnen zetten. Ik denk in samenwerking met de VMM dat dat zeker zo is. Zij luisteren heel erg naar de noden op het terrein. Want zowel het portaal als de tool die in ontwikkeling is, zijn dingen waar we echt iets aan hebben om stappen vooruit te zetten. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de noden op het terrein. En laat ons elk vanuit onze eigen sterkte samen werken aan een klimaatbeleid. Welkom terug, Johan en Chris. Jullie hebben vandaag zowat heel Vlaanderen rond gefietst. Hoe is het met de benen, Chris? Ça va, Jan. Het was een pittig, maar heel fijn tochtje. Hebben Wout en Remco er concurrentie bij gekregen, Johan? Ik betwijfel het sterk, maar een beetje grotere wielen zou ons wel wat snelheid kunnen meegeven. Jullie mogen alvast een klein beetje uitrusten. We zijn aan het einde gekomen van onze webinar. Ik geef graag nog het slotwoord aan onze administrateur-generaal Bernard de Potter straks. En blijf zeker ook kijken voor de vragenronde, waarin we de vragen die jullie gesteld hebben doorheen het webinar gaan beantwoorden. Onze experts hebben een selectie gemaakt en zullen jullie proberen daar een antwoord op te geven. Alleszins van ons uit al bedankt om te kijken en hopelijk tot een van onze volgende webinars. Dank u wel. Ik ben in deze webinar al kunnen kennis nemen en van wat heel wat interessante getuigenissen, leerervaringen rond klimaatverandering in Vlaanderen. En ja, moest er nog overtuigd moeten worden, we zullen met z'n allen aan die klimaatbestendigheid verder moeten werken.
De VMM wil zeker haar rol opnemen. We hebben onze missie aangepast. Maar het mag natuurlijk niet enkel bij plannen blijven. We moeten tot actie overgaan. We hebben daarom het initiatief genomen om de klimaatportaal op te bouwen en nu ook die klimaatadaptatietools daaraan te verbinden. Maar we hebben jullie nodig. We kunnen enkel samen met jullie lokale besturen, die klimaatbestendigheid in Vlaanderen realiseren. Dank alvast om deel te nemen aan deze webinar. We kijken uit naar jullie suggesties en ook vragen en projecten om samen aan die klimaatbestendigheid in Vlaanderen te gaan werken. Dank nogmaals en tot bij een volgende gelegenheid. Welkom terug aan iedereen. Bedankt aan Bernard de Potter om ons verhaal van vandaag mooi af te ronden. We hopen dat u het interessant vond. Jullie hebben alleszins massaal vragen gepost in de chat en in de Q&A. Alleszins heel hard bedankt daarvoor. Wij gaan die voor u proberen te beantwoorden. Het is te zeggen, we hebben daar een selectie van gemaakt. Ik verwelkom ook Johan en Chris terug. Jullie zijn terug. Jullie hebben even kunnen uitrusten van de stevige fietstocht. En jullie hebben zelfs de tijd gevonden om enkele van die vragen al te bekijken en te selecteren. Want helaas zal de tijd ons ontbreken om op alle vragen te gaan antwoorden. Even meegeven dat de vragen waar we vandaag niet meer kunnen toekomen, wel zullen beantwoorden en beschikbaar gesteld worden op onze website, waar u trouwens ook nog het webinar eens rustig zal kunnen herbekijken. U wordt ervan op de hoogte gebracht via een mailtje. Oké, we hebben niet zo heel veel tijd niet meer, dus we gaan erin vliegen. Er zijn heel wat vragen gekomen rond functionaliteiten van het klimaatportaal. Ik kijk meteen even naar Johan voor een aantal van die specifieke vragen over het klimaatportaal zelf. Een van de vragen was, kan je je gemeente tonen zonder dat de buurgemeenten in beeld komen? Ja, dat is op zich niet echt mogelijk. Om de buurgemeente weg te filteren, zeg maar, uit uw beeld. Iets wat dat wel kan, is eigenlijk dat je het klimaatportaal op uw eigen website in beeld brengt via een iframe en dat dat ineens inzoomt op uw eigen gemeente, maar wel nog met de contouren van een deeltje van de rest van Vlaanderen mee in beeld. En als je benieuwd bent van hoe dat je dat kan doen, we hebben een lijst met een aantal veelgestelde vragen op het klimaatportaal staan. En eentje daarvan luidt, hoe kan ik het klimaatportaal Vlaanderen gebruiken in mijn organisatie? En daar staat haarfijn uitgelegd hoe dat je makkelijk die beelden kan integreren op je eigen website. Dus ook IT-matig niet zo heel erg moeilijk. Oké. Kan je ook info opvragen op niveau van een deelgemeente of een statistische sector, Johan? Het is zo een aantal van... of laat ons zeggen, alle kaartlagen, alle indicatoren worden vertaald ook in grafieken onderaan de kaarten tot op gemeenteniveau. Een aantal kaartlagen zijn ook berekend op niveau van statistische sectoren. Die zie je dan op het kaartbeeld in beeld. De grafieken worden niet apart tot op niveau van die statistische sectoren of wijken of deelgemeenten opgemaakt. Want wat je wel kan doen, en dat is een nieuwe functie trouwens in het klimaatportaal, is op de kaart op een aantal specifieke locaties gaan klikken, de kaart doorprikken, zeg maar, en dan krijg je de specifieke indicatorwaarde op die plaats te zien. Dus als je een gemeente bent met vier deelgemeenten en je gaat eens klikken in die vier deelgemeenten, krijg je een representatieve waarde in die vier deelgemeenten te zien als je op die vier plaatsen dan gaat prikken in de kaart. Oké. Dankjewel, Johan. Veel vragen ook over of de kaarten regelmatig een update zullen krijgen, bijvoorbeeld om positieve gevolgen van ingrepen al te kunnen zien. Chris, kan jij daar een antwoord op geven? Ja, Jan, het is uiteraard de bedoeling. Niet alleen de bedoeling, we doen dat nu al. Actualiserende informatie op het klimaatportaal staat. Een aantal basiskaarten die we gebruiken rond gebouwenbestand, personen, informatie van persoons. Bewonersaantallen en zo worden geactualiseerd. Dus we gaan dat ook blijven doen. Maar ook voor de potentieelkaarten die bijvoorbeeld in adaptatietools gebruikt worden, is het inderdaad ook wel de bedoeling om, niet elk jaar zal dat zijn, maar toch om de x jaar dat te actualiseren, zodat je dat ook kan afstemmen eigenlijk op beleidscycli, beleidsplannen die worden opgemaakt. Oké, dank u wel.
Een vraag die ook naar voren kwam, Johan, en die denk ik wel belangrijk is om te beantwoorden, is of het klimaatportaal enkel het huidige jaartal, de huidige situatie en de situatie voor 2050 het hoog impactscenario toont, of toont het ook nog iets anders? Het is zo dat voor alle indicatoren, alle kaartlagen inderdaad huidig en 2050 onder het hoog impactscenario beschikbaar is. Dat is een beetje de grootste gemene deler. Waar mogelijk zijn ook, of waar beschikbaar zijn ook andere zichtjaren in beeld gebracht. Dat tussen liggen 2030, ook 2100, soms 2075. Maar ten opzichte van de lancering van het klimaatportaal in september 2018 hebben we nu meer die focus verlegd naar 2050. Omdat dat ook net het zichtjaar is waarop een aantal beleidsinitiatieven gaan focussen. De nieuwe Europese klimaatadaptatiestrategie schuift 2050 naar voren om Europa volledig klimaatbestendig te krijgen. Ook in Vlaamse beleidscontexten wordt dat jaartal gehanteerd. Het is ook zo, heel wat adaptieve maatregelen vereisen ruimtelijke ingrepen, infrastructuuringrepen. Dat wordt dikwijls voor vele tientallen jaren aangelegd. Dat is niet de bedoeling om dat om de paar jaar te gaan wijzigen. Dus dat is een tijdshorizon die ook op dat vlak wel relevant is. Hetgeen dat nu in de grond gaat of hoe dat het oppervlak nu wordt aangepakt, zal er misschien in 2050 nog steeds zijn. En tenslotte denk ik ook dat 2050 ook toch een iets tastbaarder perspectief is dan 2100. Hetgeen dat zeker voor beleidsmakers zeer ver weg was. En hoe verder weg dat je kijkt in de tijd, is al om geweten dat de onzekerheden des te groter worden. En het lijkt belangrijk om, als we klimaatadaptief willen zijn en maatregelen nemen, van dat gradueel te doen en ons eerst meer te gaan focussen aan de beelden die waarvan we weten dat die naar 2050 te verwachten zijn of niet uit te sluiten zijn, voordat we al volop ons gaan focussen op wat er mogelijk nadien nog op ons afkomt. Dank u wel, Johan. Ja, ook over het samenbrengen van data en kruisen van informatie komen er heel wat vragen binnen in de chat. Eentje daarvan was onder andere of de urban heat islands onderzocht zijn met street canyons. Dus op basis van gebouwhoogtes uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen. Ik denk dat dat een vraag is voor jou, Chris, die jij misschien kan beantwoorden. Het is zo dat op het klimaatportaal, de hittekaart die we daar vandaag tonen, zijn inderdaad nog niet die heel hoge resolutie waar je de invloed van gebouwschaduw ziet. Maar we hebben wel getoond dat voor de adaptatietools de hittekaarten die daar in opmaak zijn, gaan dat wel doen. Dus daar gaan we echt op die heel hoge resolutie, 1 meter, hittekaarten aanmaken. En dus daar zal de invloed van schaduw van gebouw, maar ook andere objecten effectief meegenomen worden. Ja. Ook nog voor jou, Chris, kwam in ons webinar daarnet een stukje aan bod over de flood forecast. De vraag die werd gesteld daarover is of dat open software is die voor gemeenten kan beschikbaar gesteld worden of gebruikt worden. Mm-hmm. Flood forecast is geen open source software in die zin dat iedereen aan de code kan. Het is dus een product ontwikkeld door Hydroscan. Het is wel zo dat in het kader van deze opdracht alle configuraties, modelconfiguraties die voor Gans-Vlaanderen worden opgebouwd, dat die wel eigendom zijn van VMM. En er is ook een overeenkomst tussen, een aanvullende specifieke overeenkomst tussen VMM en Hydroscan opmaakt, net om dat hergebruik van die modellen te gaan regelen in de toekomst. Dus we willen echt wel zorgen dat die modellen ook later door lokale besturen voor eigen opdrachten en details die dus zo kunnen gebruikt worden. Dat is iets dat we zeker niet vergeten zijn en dat we gaan uitwerken na deze opdracht. Ja, oké. Dank u, Chris. Ja, de vraag naar hergebruik van data is ook in de chat een paar keer naar voren gekomen. Ook hergebruik van onze eigen data. Johan, zijn de kaartlagen die wij tonen beschikbaar om te gebruiken in GIS-software? Ja, absoluut. Dus het klimaatportaal is eigenlijk een viewer voor die kaartlagen, maar mensen die zelf met al die gegevens aan de slag willen, of dat het nu GIS-software is of iets anders, die vinden de data achter al die kaarten op de open datatab van het klimaatportaal. En bijvoorbeeld de kaartlagen aan zich zijn aangeboden als WMS en WFS-services. En de deskundigen ter zake weten wat ik daarmee bedoel en kunnen daarmee aan de slag in hun GIS-software.
mensen die misschien minder handig zijn met GIS-software, maar snel indicatorwaarden voor hun eigen gemeente willen kennen of een aantal buurgemeenten en dat vergelijken met Vlaams gemiddelden en zo. Al die indicatorwaarden zijn opgenomen in een eenvoudig Excel-bestand, ook op diezelfde open data tab, waar je aan de hand van een aantal filters snel de indicatorwaarden van uw interesse, uw grondgebied, uw thema waar dat uw interesse naar uitgaat, kan uit tevoorschijn halen. Mm-hmm. Dank u wel, Johan. Ja, heel wat specifieke vragen ook krijgen we over onze kaartlagen. Ik pik er misschien eentje uit. Die droogtekaarten, daar was een vraag over of die overeenkomen met de ecotoop kwetsbaarheidskaarten. Johan. Ja, inderdaad, voor die kruising met de ecotoop kwetsbaarheidskaarten zijn we vertrokken van de kaarten zoals dat ze opgemaakt zijn door IMBO en ook door IMBO gedeeld worden en ook op Geopunt ter beschikking worden gesteld. Dat is niet iets dat we zelf gedaan hebben. Het is wel zo dat we voor gaan kijken naar de ecotoop kwetsbaarheidskaarten specifiek voor thema verdroogte en daar enkel met die ecosystemen aan de slag gegaan zijn die matig tot sterk droogtegevoelig zijn. Ecosystemen waarvan IMBO oordeelt dat ze niet droogtegevoelig zijn, zijn in het droogtethema bij die datakruising niet beschouwd. Oké, dank jullie wel, Johan en Chris. Ik zie dat onze tijd er stilletjes aan op zit. We zijn 50 minuutjes bezig. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de interessante vragen en de input die jullie geleverd hebben. We blijven heel graag met jullie in contact rond dit thema van klimaatadaptatie. En we zullen daarom ook nog de link bezorgen om het webinar te kunnen herbekijken. Daar zal je ook in een document de antwoorden vinden op al jullie vragen die jullie gesteld hebben. In de mate van het mogelijke gaan we die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Volg zeker op onze website ook verder de reeks rond klimaatadaptatie. Er komen nog webinars rond klimaatadaptatie en die worden daar aangekondigd. En je kan je daar uiteraard ook inschrijven. En dan rest mij alleen nog jullie hopelijk te mogen verwelkomen op een van onze volgende webinars en nog eens te bedanken voor uw deelname vandaag. En ik doe dat namens Johan en Chris en mezelf graag tot een volgende gelegenheid. Dank u wel.